De 13 types die je op ieder kantoor tegenkomt. Type 1, de persoon die altijd alle verjaardagskaarten regelt. Hé, hey, mag ik heel even? Want ik heb even een paar kaartjes voor de verjaardagen. Deze is voor Thomas. Misschien wel leuk als jij heel even ook eens zou willen schrijven. Deze is voor Ashwin. Och, deze is ook leuk, hè? Dat is voor het nieuwe schoonmaker van de dinsdagavond. Die is jarig. Idioot, hè? Ik lijk in de eerste maand. Ja, deze. Type 2, de persoon die altijd tot hier zit. Nou, kunnen kijken. Nee hoor, ik bedoel, ik zit helemaal tot hier. Maar nu kijken wat ik allemaal nog moet. Nee, niet meer. Dit nog. Type 3, degene waarvan je vermoedt dat ze eenzaam is. Dit is Tarzan, dit is Vogel, dit is Ober. We hebben hier Lotje, hier Liesje, dit is Poes. Ah, dit is Foef. Schatje is het. Waar ik eigenlijk kom is Marijke, het adres van Marijke. Moet veranderd worden? Ja. Kun je dat aanpassen? Ja, natuurlijk. Type 4, de man die binnenkort ontslagen wordt wegens hashtag MeToo. Even spiegel, hoor. Lekker bezig. Type 5, de collega die eigenlijk thuis had moeten blijven. Gaat het? Ja, het gaat echt wel. Ik hoef echt niet naar huis, hoor. Type 6, de collega die iets te veel in jargon zit. Hé, hey, nog even over het smart maken van de objectives. Ik zat te denken, als we de Bila nou over het weekend heen tillen, kan Ruud er nog een plasje overheen doen en geven we daarna samen een klap op. Is wel een ideetje, toch? Ja. Ja, oké dan. Type 7, de collega die denkt dat ze kan zingen. En er zit hier in het gouden strandhuis. Blij dat je hier bent. Type 8, de persoon die niet zo goed is met PowerPoint. En daarom heb ik alles overzichtelijk op een slide gezet. Ja, ik dacht, vind ik wel zo simpel. Type 9, de gast die nog steeds de nieuwe printer niet snapt. Oh, print dan, godverkudding. Type 10, de vergadertijger. Oké, jongens, dan zijn we er bijna. Nee, ik heb nog wat puntjes voor de WVTTK. Oh, ja, maar Tex, dit is de rondvraag. Ja, daar heb ik ook wat voor. Kunnen we misschien nog heel even over hebben. Kijk. Oh ja. Type 11, de persoon die denkt dat hij leuk is. Mag ik even terugkoppelen naar marketing? Ja. Zo, mag ik heel even hier aan? Ja. Ik ben een vergadertijger vandaag. Panterpak. Ja, dit is een panterpak. Nee, dat is gewoon de grap. Ik zit er bovenop, weet je. We hebben het allemaal druk, hè? Zo duurt het alleen maar langer. Type 12, de vrouw die haar eigen lunch meeneemt. Gewoon helemaal niet zo lekker op die gluten en al die zuivel en zo. Het vlees. Gaat voor. Type 13, de collega die Casual Friday iets te serieus neemt. Jongens, iemand nog koffie? Wil jij koffie? Hier nog koffie? Nee? Hier nog koffie? Welk type werkt bij jou op kantoor?